Nog één zege te gaan en NEC staat voor de vijfde keer in de finale van de KNVB-beker. De winst op ADO brengt ze alvast dichterbij. Gisteren behaalde NEC de halve finale van de KNVB-beker. De Nijmegenaren wonnen thuis in de Goffert met 3-0 van ADO Den Haag. NEC kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Koki Ogawa. Daarna was het eigenlijk geen beste wedstrijd meer, maar toch werd NEC nog twee keer te scoren. Niet onze beste wedstrijd in de laatste weken, maar uiteindelijk gaat het op dit soort avonden ook gewoon dat je wint en doorgaat. En daar mogen we denk ik tevreden over zijn. Ja, je zegt al niet de beste wedstrijd. Je komt er heel snel op 1-0. Daarna ja, zakt het in, staat het stil. Hoe kan dat? Ja, ik miste een beetje. Hè, heeft ook te maken met ADO, hè, die het natuurlijk klein maakt en ons aan de bal laat en weinig ruimtes weggeeft. Maar ik miste een beetje de frisheid en energie in het aanvalspel. Misschien ook verklaarbaar omdat je zaterdagavond nog laat speelt. Maar daardoor konden we er niet echt lekker doorheen spelen. En als het dan wel lukte, dan was de laatste paas of de aanname net niet goed. Nou, daar hebben we het in de rust over gehad. En ik denk ook, tweede helft was beter. En met het inbrengen van de wissels kwam er ook meer energie. En die hebben ons daarin uitstekend geholpen. Ja, ik zag ook echt balletjes die normaal gewoon aankomen. Hele simpele, die nou niet aankwamen gewoon. Ja, maar ja, dat is ook voetbal. Hè. Zeker de laatste weken zijn we wat dat betreft natuurlijk verwend geraakt. En als het soms minder gaat, dan moet je ook terugvallen, vind ik, op stabiliteit. Mag je niks weggeven. Nou, ik vond ons 10 minuten voor rust heel slordig. Grote ruimtes weggeven. Nou, dat hebben we na rust veel beter gedaan. En uiteindelijk beslis je ook gewoon een wedstrijd door twee goede goals. En denk ik door goed invallen van de wissels. Vrijdag staat er weer eentje. Een carnavalswedstrijd is dat, zeg. In Brabant. Ja. Carnaval. Nou, ik hoop dat zij het alvast gaan vieren. Dan krijgen we misschien wel makkelijker de punten. Maar nee, het wordt een pittig potje RKC. Maar als wij gewoon ons niveau halen, denk ik dat we er zeker punten kunnen halen. Staalbedrijf Jack Miller uit Wijchen vierde afgelopen december zijn 25-jarig jubileum. Toch wilde eigenaar Graham Muller geen cadeaus, maar verzamelde hij geld in voor de Maaglever-Darmstichting. Muller heeft zelf een spijsverteringsziekte, waardoor hij de stichting een warm hart toedraagt. Hij verdubbelde de opbrengst nog eens en vandaag was het tijd om de cheque te overhandigen. Dankjewel. Prima. Kijk eens aan. Nou, fantastisch hoor. Echt geweldig. Ja. Zojuist heeft Glenn Muller mij een cheque overhandigd voor de Maaglever-Darmstichting met een fantastisch bedrag erop, €15.700. Hij heeft dat geld ingezameld bij het jubileum van zijn bedrijf. We hebben een feest georganiseerd voor onze relaties, klanten, leveranciers, familie en bekenden. En daarin hebben we gevierd dat we 25 jaar een stalen band hebben. En een van de dingen die persoonlijke werd voor mij is de MLDS-stichting, omdat ik zelf patiënt ben met de ziekte van Crohn. Mensen kennen die darmkanker hebben en slokdarmkanker. En ik dacht, dit is een mooi initiatief om ook de betrokkenheid van ons bedrijf naar deze stichting te tonen. Dat is echt hartverwarmend dat hij dat gedaan heeft. Glenn is zelf patiënt. En hij hoopt natuurlijk, en dat is wat wij als Maag-Lever-Darmstichting doen, dat er weer nieuwe dingen komen voor patiënten om het leven van patiënten eigenlijk te verlichten. De ziekte van Crohn is minder bekend bij mensen en dat maakt het ook moeilijker om hier geld voor op te halen. Kanker, dat weet iedereen wat dat is. Hè? Dan gaat het echt over leven en dood. En dat is vaak ook makkelijker om daar gelden voor binnen te halen. En dit is eigenlijk een ziekte die wel heel ontwrichtend is voor mensen. Maar waarvoor het toch minder makkelijk is eigenlijk om daar fondsen voor te werven. Nou, voor mij valt het relatief mee. Ik heb een milde variant. Dat wil zeggen dat ik met medicatie geholpen ben. Omdat we of op tijd bij waren of dat ik geluk heb dat ik maar zo'n variant heb. Maar er zijn ook schrijnende gevallen die ik ken die echt enorm veel last daarvan hebben in hun dagelijkse leven. Mensen praten niet graag over spijsverteringsklachten. Vaak omdat mensen zich ervoor schamen. De Maaglever-Darmstichting en Glenn willen dat het taboe doorbroken wordt. Ja, poep is niet zo'n sexy onderwerp. Het is bijna lastiger om het over poep te hebben dan over seks. Maar het gaat ons allemaal aan. En het is heel belangrijk dat we het er wel over hebben met elkaar. En ik merk het ook in mijn eigen omgeving. Sinds ik dit heb en erover vertel, dan hoor ik steeds meer mensen die met dezelfde problematiek te maken hebben. En dat schijnt een taboe op te zijn. En wellicht kunnen we dat doorbreken door meer mensen beter te kunnen helpen om in het dagelijks leven er minder last van te hebben. Emiel van der Staak is opnieuw in de prijzen gevallen.
De eigenaar van het Nijmeegse restaurant De Nieuwe Winkel is door Galt en Milo uitgeroepen tot chef van het jaar. De restaurantgids is minder bekend dan bijvoorbeeld Michelin, maar voor restaurants zeker niet minder belangrijk. Zo kijkt de gids niet alleen naar de kwaliteit van de keuken, maar ook naar de ambiance. In onze regio zijn naast De Nieuwe Winkel nog 11 restaurants opgenomen in de nieuwe gids van Galt en Milo. Waaronder Flores en Bistro Bar Banco in Nijmegen en Lime in Malden. Het COA wil de tijdelijke opvanglocatie voor 1200 asielzoekers op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen nog 2 maanden langer openlaten. Het lukt de organisatie niet om alle bewoners voor de afgesproken sluitingdatum elders onder te brengen. Het stadsbestuur vindt 2 maanden te lang. Het is niet de eerste keer dat het COA om een verlenging vraagt. De noodopvang aan de Winkelsteeg zou oorspronkelijk al op 1 november de deuren sluiten. Ook voor een andere opvanglocatie tussen Nijmegen werd uitstel bedongen. Wegens een landelijk gebrek aan opvangplekken. Het was een behoorlijke verrassing voor de bandleden van het Nijmeegse El Hazar toen ze afgelopen weekend een berichtje kregen van Simon Le Bon, de zanger van Duran Duran. Hij ging een single Ivory draaien in zijn radioprogramma op de Amerikaanse zender Sirius XM. In dat programma besteedt hij samen met zijn sidekick Katie Kressner aandacht aan nieuwe muziek. Deze wereldberoemde zanger kent u vast, Simon Le Bon van Duran Duran. Nou ja, ik ken hem al heel lang, maar hij kent mij nog niet zo lang. Nee, bij ons zat hij wel in de cd-speler en in de platenkast. Deze band ken je vast nog niet, maar Simon Le Bon van Duran Duran kent ze wel. We kregen op onze Instagram in één keer een berichtje van hey, we zijn van radioprogramma Woosh, we gaan jullie draaien. Dus ik dacht, nou, zal wel. En toen in één keer gingen we lezen van, dat is Simon Le Bon van Duran Duran. You heard Ivory by El Hazar. De bandnaam klopt. Nu alleen de stad waar ze vandaan komen nog. They're from Nijmegen. De presentatrice, een Amerikaanse die al heel lang in het team van Duran Duran zit, die dacht Nijmegen. Simon Le Bon corrigeerde het. Oh, Nijmegen. Maar hoe kwamen ze nou bij jullie terecht? We weten nog steeds niet hoe ze bij ons terechtkwamen. We hebben nog gevraagd van, hey, waar hebben jullie ons in godsnaam gevonden? Maar daar hebben ze tot nu toe nog geen antwoord op gegeven. Dus we hebben echt geen idee. De presentatoren verbaasden zich over dit goed bewaarde geheim uit de Waalstad, dat nog maar zo weinig mensen kennen. They have under 600 followers on Instagram. Dat snap ik wel vanuit hun positie. Die zijn natuurlijk een miljoenen publiek gewend. En wij moeten het met 600 volgers doen, nog. Met zo weinig bekendheid in Nederland hebben de bandleden er voorlopig allemaal nog een baantje naast. De helft van de week zijn we serieus aan het werk en de andere helft staan we op het podium. Maar denk je er stiekem al over om je baan op te zeggen? Want nou kan het alleen maar meer worden. Nou ja, ja. Even afwachten hoe het gaat. Dan nog even een paar berichten die we tegenkwamen op de sociale media. Studentenblad Fox meldt dat steeds meer VWO'ers kiezen voor een studie op hbo-niveau. Dat aantal lag afgelopen september bijna 8% hoger dan een jaar ervoor. Minister Robert Dijkgraaf moedigde VWO'ers hier eerder al toe aan en die oproep lijkt zijn vruchten af te werpen. Nijmegen is een lot uit de loterij. Iedereen is zo betrokken en het samen doen is hier heel sterk. Dat zei de directeur van Stichting ALS Nederland. Zij bedankt Nijmegen als gaststad voor het glazen huis van radiozender 3FM en noemt de stad een van de succesfactoren. Vandaag nam burgemeester Bruls een puzzelstok in ontvangst dat verwijst naar de puzzel en oplossing in strijd tegen ALS. En de Stevensloop in Nijmegen laat weten dat er inmiddels al 2 afstanden voor de komende editie van de hardloopwedstrijd bijna vol zitten. Mensen kunnen zich dan niet meer inschrijven voor de halve marathon en de Stevens Stadscross. Het zou voor het eerst in het bestaan van het evenement zijn dat ze 2 afstanden uitverkopen. De Stevensloop werd in 2015 in het leven geroepen en wordt vaak gezien als tegenhanger van de Mariekeloop, die uitsluitend voor vrouwen is bedoeld. De meeste regen die voor vandaag op de planning stond, viel afgelopen nacht al. Daardoor verliep de dag vandaag nog helemaal niet zo verkeerd. Bewolkt en af en toe liet de zon zich even zien. Morgen wordt het toch een totaal andere dag. Vanaf het zuiden trekt een regengebied over het land en de temperatuur keldert ook flink. Vannacht kan het lokaal zelfs een graadje vriezen en morgen overdag wordt het dan niet warmer dan zo'n 6 graden. De neerslag kan dan ook bij tijden in vorm van natte sneeuw vallen. Vrijdag stijgt de temperatuur weer flink en wordt er weer zo'n 13 graden in de regio. Zo nu en dan valt er een bui, maar er is ook ruimte voor wat zonneschijn tussendoor. In het weekend is het vaker droog. Tot zover het RN7 regionieuws van woensdag 7 februari.
Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl en volg ons ook even op de sociale media. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan.